Aandelen van chipmachinefabrikant ASML noteren op de hoogste koers ooit. Daarom in deze video alles over de enorme koersstijging bij ASML. Nou, uh, zoals gezegd, aandelen op een all-time high door de 800 euro. Koers die steeg afgelopen twee weken met ongeveer 25%. Daarmee is het de grootste stijger op de Nederlandse beurs. En dat komt eigenlijk vanwege de kwartaalcijfers die de onderneming afgelopen week rapporteerde. Die werden positief ontvangen door de markt. Aandelen stegen die dag zelfs met 10%. Daarom in deze video meer uitleg over die cijfers. En meer specifiek ja, het verhaal erachter en waarom de koers zo positief reageert. Nou, samengevat, die cijfers, cijfers over het vierde kwartaal, die waren beter dan verwacht. Maar de verrassing zat hem eigenlijk in de enorm hoge orde intake. Nieuw record voor de onderneming. En de outlook voor het eerste kwartaal, die was wat magertjes. Die zat aan de uh, lage kant. En ASML laat de outlook voor 2024 onveranderd. Nou, zoals gezegd aandelen stegen met 10% in reactie op die cijfers. Hier zie je een overzicht van die cijfers. ASML rapporteerde een omzet van 7,2 miljard, 5,7 miljard daarvan bestond uit de verkoop van chipmachines, 1,6 miljard uit het zogeheten install b segment, oftewel omzet die behaald wordt met het upgraden en het onderhouden van bestaande machines. En ja, daardoor viel onder meer de bruto marge wat hoger uit dan verwacht. Maar onderaan zie je de blauwe pijl staan. Daar zit de grote verrassing bij ASML. Een orde intake van 9,2 miljard. Een nieuw record, waarvan 5,6 voor EUV machines nou, Zoals gezegd is dat de grote verrassing. Hè? Dat zie je hier linksonder goed in beeld visueel. Eigenlijk ja, vier kwartalen een uh, afzwakkende orde-intake en plots uit de niets een enorm hoge orde-intake, 9,2 miljard. En om dat goed te begrijpen wat er gebeurd is, is het denk ik goed om te kijken naar een kwartaal eerder. Toen rapporteerde ASML namelijk een orde-intake van 2,6 miljard. Dat ja, was eigenlijk een relatief zwakke orde-intake. En destijds was het verhaal dat... Ja, het herstel van de bredere sector, bredere chipmarkt, die is nog onzeker. Zit in een downturn, waren wel wat positieve signalen van verbetering, maar echt duidelijk zicht op een herstel, dat was het toen nog niet. Nou, afnemers van ASML, denk daarbij aan TSMC, Samsung, ja, die bleven daardoor nog terughoudend, plaatsen nog geen nieuwe orders. En ASML heeft toen laten weten dat 2024 heeft omgedoopt tot transitiejaar. Waarbij je het wil gaan voorbereiden op groei. die in 2025 pas moet gaan komen. Nou, het ordeherstel werd daarom pas verwacht. in de eerste jaarhelft van 2024. Ja, heeft een beetje te maken met de lead times van die machines. Hè. Die zitten tussen 12 en 18 maanden. Nou, als de groei in 2025 moet komen. moet je dat in de eerste jaarhelft van 2024 wel gaan zien. En tot iedereen's verrassing. komt die ordeintik dus een stuk eerder. Nou, waarom komt hij dan eerder? Hè? Nou, voor een groot deel heeft dat te maken met de marktomstandigheden die aanzienlijk zijn verbeterd de afgelopen drie maanden. Downturn van de chipsector die lijkt inmiddels wel zo goed als ten einde. Zagen we eerder ook bij de kwartaalcijfers van TSMC die weer groei verwachten voor dit jaar en die eigenlijk vrij positief waren. Zag je ook dat aandelen TSMC behoorlijk stegen op die dag? En ja, ASML geeft dat ook aan. Er zijn een aantal positieve signalen. Denk bijvoorbeeld aan uh, voorraden in eindmarkten die verder afnemen, nou, dat is een goed teken. Maar ook bijvoorbeeld uh, uh, hoe intensief de machines van ASML gebruikt worden, dat neemt weer toe. En ja, daardoor zie je dat afnemers weer orders plaatsen bij ASML. Gewoon omdat de marktomstandigheden verbeterd zijn, men voelt zich weer comfortabel. Je kunt je voorstellen dat die afnemers ja, week per week, maand tot maand aankijken hoe gaat het in die markt voordat ze nieuwe orders plaatsen. En tweede, en dat is denk ik een heel interessant verhaal om te vertellen, heeft te maken met ontwikkelingen omtrent kunstmatige intelligentie, oftewel AI. En nou, die orde-intake van ASML van 9,2 miljard laat eigenlijk een soort AI-verrassing zien. En dat kun je goed zien als je uh, de verdeling van de orde-intake ziet uh, op basis van de eindmarkt, namelijk 53% voor logic. En 47% voor memory, oftewel de geheugenmarkt. En ja, dat is echt een uh, grote verrassing. Historisch gezien is dat een stuk minder. Dat zie je ook hier in de afbeelding. Een kwartaal eerder was het ongeveer 20%. En dat komt eigenlijk omdat de vraag aan het ontstaan is naar meer IOV-machines vanuit die memory-markt. En dat komt eigenlijk puur en alleen vanwege ontwikkelingen omtrent AI. Nou, dat is een wat. Technisch verhaal. Ik ga het proberen goed uit te leggen. Het komt er eigenlijk op neer dat er, uh, vanwege de allernieuwste AI chips ontstaat er meer vraag naar geavanceerde geheugenchips. Meer specifiek Advanced DRAM en High Bandwidth Memory HBM 3 chips. En ja, om dat een beetje te kunnen schetsen, kun je denken aan de nieuwste AI chips van Nvidia. Die zijn op dit moment natuurlijk niet aan te slepen, dat weet iedereen. Ja, die bestaan eigenlijk uit een GPU. En een geheugenchip. En uh, dat zie je heel duidelijk nu dat die vraag enorm toeneemt. Dag na de cijfers van ASML rapporteerde de uh, Koreaanse geheugenchipproducent SK Hynix kwartaalcijfers. Die liet weten dat de vraag naar die uh, specifieke geheugenchips voor AI. ja, met keer 4, keer 5 gestegen waren. Betekent eigenlijk dat die capaciteit voor die chips moet omhoog. Daarvoor heb je de EUV machines van ASML nodig. Dus zie je dat al die partijen orders beginnen te plaatsen bij ASML... in anticipatie op ja, meer vraag naar die AI-specifieke geheugenchips. Ja, en dan denk je, AI uh, klinkt misschien uh, wat als een uh, hype of iets. Maar het is zelfs zo dat ASML in de earnings call aangeeft... dat er mogelijk zelfs te weinig EUV productiecapaciteit is... om aan die ja, vraag die toch enigszins plotseling... Uh, komt te kunnen voldoen. En daar blijft het niet bij. Uh, ASML geeft in de Earnings Call eigenlijk ook vrij duidelijk aan, in reactie op vragen van analisten, ja, uh, dit is misschien wel een record, dat moeten we misschien ook weer niet verwachten in Q1 en Q2, maar er zit nog veel meer aan te komen. Ofwel, ja, een positief verhaal, en dit komt eigenlijk ja, bovenop het herstel van die markt. Uh, ja, samengevat, eerder herstel van de orde-intake dan verwacht. Komt dus deel vanwege het aantrekken van die bredere markt, waar de afnemers weer orders beginnen te plaatsen bij ASML. Daarbovenop zorgen ontwikkelingen omtrent AI voor een soort extra vraag, extra impuls. En dat lijkt ook nog niet voorbij. Er wordt meer verwacht in de eerste jaarhelft. Aanraden om de earningscal van ASML te lezen, daar komt dat echt heel duidelijk in terug. Nou, de guidance die wordt nog niet verhoogd door de onderneming. Ze lijken daarmee enerzijds wat conservatief. Uh, kan ook iets te maken hebben met de nieuwe CEO die uh, binnenkort zal aantreden. Maar zeker als je tussen de regels wat doorleest en je snapt het verhaal je achter, is de hele case een stuk positiever dan drie maanden terug. Nou, waarom gaat die koers dan zo hard hè? en waarom is hij zo positief? Waarom gaan die koersdoelen omhoog? Nou, eigenlijk maakt dit het 2025 scenario, wat ASML drie maanden geleden eerder heeft geschetst, een stuk realistischer, omdat die orde intake gewoon een stuk eerder komt. Geeft ook de CEO Peter Wenning aan in de earnings call. Ja, we zijn een stuk comfortabeler met uh, dat scenario van destijds. Bevestigt eigenlijk dat dat gaat gebeuren. En wordt misschien wel zelfs een stuk positiever. Nou, of dat zo is, dat zullen we moeten afwachten. In november organiseert ASML een nieuwe Capital Markets Day, oftewel een beleggersdag. En daar zal het met meer detail ingaan ja, op deze nieuwe ontwikkelingen. Onder meer dat AI uh, stuk wat ik net verteld heb. En ja, zet die datum in je agenda, want dat wordt ongetwijfeld interessant om te volgen. Nou, hier nogmaals uh, de koers van ASML in beeld. Hè. En ik zei het al, je ziet dat analisten nu ook de koersdoelen fors verhogen omdat ja, het is, ondanks dat de guidance niet verhoogd wordt, een uh, behoorlijk positief verhaal. Zeker in vergelijking met drie maanden eerder. Aandelen ASML zijn in die tussentijd natuurlijk wel opgelopen. Maar zeker in vergelijking met andere aandelen in de sector. Ja, toch wel een achterblijver geweest. En ja, dit bevestigt eigenlijk dat uh, ja, ook ASML een soort inhaalslag weer verdient op de beurs. Mocht je zelf willen handelen in aandelen ASML kun je dat natuurlijk gewoon doen door de aandelen te kopen of te verkopen. Maar voor wie met een hefboomeffect wil inspelen op een koersstijging of een koersdaling, kijk dan eens naar de factor. Deze producten worden onder meer uitgegeven door Société Générale. Onder deze video een link met meer informatie over de werking van deze producten en het beschikbare aanbod aan factors op ASML. Nou, we zijn ook heel benieuwd wat jullie denken over de cijfers en het koersverloop van ASML. Mocht je meer willen weten, meer willen lezen, meer willen horen, op de website van de kun je het artikel lezen over die cijfers van ASML. En onlangs ontvingen we hier Mark Langeveld, tech-expert. Nou, ik weet zelf een en ander van ASML, Mark weet nog veel meer. Die was hier te gast samen met Nico een uur lang over tech-aandelen. En ook ASML komt uh, uitgebreid aan bod. Neem gerust een kijkje op het YouTube-kanaal van de aandehouder. Daar kun je die uitzending vinden. Nou, voor nu, bedankt voor het kijken naar deze video. En graag, tot ziens!